Voor de Amstel Gold Race lijkt heel Nederland jaarlijks naar Limburg te komen. Daarom is het voor de renners van de Raboploeg altijd bijzonder om hier te rijden. Ja, dan kun je eigenlijk altijd wel een klein beetje extra. Ja, je weet wel dat het inderdaad veel publiek afkomt op ons. En dat wij wel een beetje echt gevolgd worden in deze koers. En dat is niet erg, maar dat maakt het alleen maar leuk. En ik denk dat we ook wel daardoor gemotiveerd zijn. Ja, dat is leuk natuurlijk. Het is altijd sowieso leuk om in eigen land te koersen. Want dat doen we eigenlijk niet zo vaak. Dus ja, dan zie je je eigen publiek nog een keer. Dus dat is mooi. Van wie zijn die handtekeningen? Robert Geesink en André Kerk. Dat was Lars Boom. Grote fan van Robert Geesink? Ja. Ja? Gaat hij vandaag winnen, denk je? Ja. Je hebt in ieder geval de steun van de fanclub, hè? Die staat achter je. Dat scheelt alweer. Ja. Na de start in Maastricht voert de Amstel Gold Race de renners in 265 kilometer over maar liefst 31 heuvels. Draaien en keren door het Limburgse land. De kopgroep van de dag hield lang stand. Pas een kilometer of 10 voor het eind werden de laatste gegrepen. Daarna won Caspar Rotto op de Kouberg. Bauke Mollema werd tiende. Het einde in de sprint eigenlijk, ja, kwam ik er gewoon net niet aan te pas. Een beetje aan de remmen zitten onderaan en verlies je gewoon wat snelheid. En de laatste 100 meter had ik nog een paar man erin, maar ja, ik zat gewoon net te weg. Je eerste gold race, hoe is het om zo'n wedstrijd in Nederland te rijden? Ja, heel mooi. Ik denk super al het publiek natuurlijk. Hoe vaak je naam wel niet hoort op zo'n dag, en dat is natuurlijk heel mooi. En ja, je kent het parcours natuurlijk heel goed, dus dat is ook wel een voordeel zeker. Maar dat is gewoon fijn om hier te rijden. Ook leuk van koersen in Nederland is dat de kinderen eindelijk eens kunnen kijken wat papa eigenlijk voor werk doet. Want jij gaat met mama naar de bus, naar de auto, en dan gaan jullie met de auto naar het hotel en dan gaan we samen daar elkaar zien, oké? Hé, hey Maarten, dat is wel het leuke van koersen in Nederland, hè? Dat de familie ook eens even kan komen kijken. Ja, zeker. Ja. Heb je daar wat aan onderweg als de familie er staat? Nou ja, ik heb gewoon mijn werk gedaan vandaag. En op een gegeven moment was het kaarsje uit. En daar heb je er niet veel aan. Maar ik weet dat ik, als ik over de finish zou komen, dat ze er dan staan. Maar, ja, ik weet ook dat ik gewoon mijn werk aan het doen ben. En keihard knokken om die mannen van voren te krijgen. En te houden en uit de wet houden. Dus, het is niet zo makkelijk. Het is wel een extra motivatie, ik weet het wel. Maar als het op is, is het op.